Moet je het ook gaan? Rechts is het water nog koud. Ja, wij nemen deze auto ook mee, ja. Gaan Bobby halen. Heel veel knopjes. Welk nummer? Welke letter? Ruben. Dit is Bobby. Dag Bobby. Ik heb daar een auto staan. Oké. Okay. Wij gaan geloof ik kajakken. Je weet zeker dat het past, hè? 100%. Ik vertrouw jou, hè? Dat weet je. Ja. Mijn leven ligt in jouw handen. Ja, dat weet ik. Ja? Gast, hoe doe je dit? Kijk, de eerste afdaling nemen we al. Klein Rijfling. Hey Bobby, wij gaan kajakken. Klopt. Jij en ik, tenminste, jij gaat mij leren kajakken. Moet je me eerst uitleggen, verschil tussen kano en kajakken? Volgens mij heb ik gekanoed in de Ardennen. Beetje lekker kabbelen over het water, kleine stroompjes, af en toe versnelling. Is dat wat we gaan doen? We gaan iets de wildere versie, de wildere kant op van het kajakken. Okay. Kanoën, sorry. Wat is iets wilder dan? Aan één stuk door stroomversnellingen. Dus je hoeft minder op vlak water. Je kan het zien als relaxter eigenlijk. Wacht even, wat is relaxer aan één stuk door kajakken? Nee, dat het water stroomt. Dus je hoeft minder te peddelen op vlak water. Ga je me helemaal afmatten of is het ook al... Dat is de bedoeling inderdaad. Oké. Okay. Dat is de bedoeling, ja. Ja? Ja. Maar je bent al vanaf je 12e ben je ermee bezig. Ja. Dus je bent al een echte pro. Ja. You make me feel like I've come home. You've got a beautiful soul. If I'm feeling alone, I just remember your song. Het hoort er wel een beetje bij, toch, bij kajakken? Ja, meestal ben je gewoon in the middle of nowhere en heb je geen ontvangst met eigenlijk de buitenwereld. Dus dan ga je toch een beetje naar de basics. Hey, hoe belangrijk is dat kajakken voor jou eigenlijk? Ja, het is gewoon een groot deel van mijn leven. Vanaf mijn 18e ben ik eigenlijk verhuisd naar Scheveningen. Om dus gewoon dicht bij het strand te wonen en veel op zee te kunnen gaan eigenlijk. Als jij zou moeten uitleggen aan iemand die nog nooit gekajakt heeft, in één zin, wat is er zo mooi aan? Ik denk het gevoel van vrijheid. Something I wouldn't dare.
punt recht naar voren de hele tijd. Ja? Oké, okay, als je nu dus nu gaat hij zo meteen een bocht maken. En dan moet je je rechterknie optrekken. Kom maar los.